Tijdens de drukste periode van het jaar je eetgelegenheid dichtgooien. Sommige restaurants doen het, maar leveren wel feestelijke maaltijden aan de deur. Goedemorgen, het casino. Dankjewel. Een duurzame maaltijd op tafel zetten deze feestdagen. Het is misschien makkelijker dan we denken. Wat je vers koopt is veel duurzamer. Je kunt het zelf snijden, je kunt het in de koelkast doen, je kunt het in de diepvries doen. En de voedselbanken kregen er dit jaar veel nieuwe klanten bij. Toen ik hier begon waren er 1200 klanten en dat zijn er nu al bijna 1600. Goedenavond, het klinkt misschien gek, maar tijdens de drukste periode van het jaar je restaurant dichtgooien. Raymond Kluit uit Velp, die doet het. Niet omdat hij en zijn personeel rustig zelf kerst willen vieren. Integendeel, ze werken deze dagen keihard om honderden mensen te voorzien van een feestelijke maaltijd. Goedemorgen, het casino. Dankjewel. Kerstmaaltijden bezorgen en afhalen. In de coronaperiode was het een moetje. Maar bij Raymond is dat zo goed bevallen dat hij er dit jaar weer volop inzet. We hebben nu behoorlijk wat meer mensen waar we een diner voor verzorgen. Hoeveel meer? Ja, honderden, duizend meer. Dus dat is ook wel een van de redenen waarom we hiervoor gekozen hebben, weer opnieuw. Omdat we veel meer mensen thuis nu blij maken dan dat we hier kunnen ontvangen. En dat doen we met veel liefde. Ja, want er passen 150 mensen in het restaurant. Ja. En nu heb je zo even 1000 bestellingen. Precies, ja. We hebben keuze uit hertenbiefstuk met een wildstoof. Of helbot met een vars van zalm. Er zijn meer restaurants die dicht blijven en bezorgen. Maar een oplossing voor het personeelstekort is het niet. Het zou gemakkelijker zijn om gasten hier te ontvangen. Want het kost heel veel voorbereidend werk. Hallo! Vrolijk kerstfeest, Lynn! Het is heel erg makkelijk voor ons. Dan hoeven wij niet in de keuken te staan. Kunnen we gewoon lekker met de familie cadeautjes uitpakken. Wat Raymond betreft rijdt hij volgend jaar weer kerstmaaltijden rond. Dit is zeker een blijvertje. Ja. En lekker vanavond zelf ook aan het kerstdiner. Met de hele familie. Ja, lekker aan de kalkoen. Ja, je kan het eten dus bestellen, uit eten gaan of het zelf thuis maken. En dan is het wel fijn dat je die laatste vergeten boodschap nog bij de winkel kan halen. In veel Gelderse plaatsen zijn de supermarkten dan ook gewoon open tijdens de kerstdagen. Zoals in de gemeente Tiel. Daar kan je bijna alle supermarkten terecht. En dat komt sommige mensen heel goed uit. Ik ga nog wel even een leuke tafelkleed kopen zo meteen voor het kerstdiner. Nou, ik heb toevallig carpaccio gehaald omdat ik een voorgerecht met mijn familie ga maken. Niet iedereen vindt het een top idee dat de supermarkten open zijn met kerst. We kregen de volgende reacties op Facebook. Schaam je kapot als je nog geen 2 dagen zonder supermarkt kan. Ik wandel altijd naar de buren als ik iets niet in huis heb. We zijn heel ver gezonken als 1 dag per jaar een winkelsluiting niet meer mogelijk is. Wat een gezeur weer. Je hoeft er niet naartoe. Wat gaan jullie maken vanavond? We gaan gourmetten. En wat hadden jullie nog nodig? Champignons, sla en spek. De meeste mensen waren dus blij dat ze nog even naar de supermarkt konden op eerste kerstdag. Maar hoe zit het met de mensen die daar werken? Het is niet dat wij de hele dag werken. Dus ik zelf ben hier... 9:30 begin ik. Ze kan nog gezellig thuis ontbijten met de familie. En dan ben ik om 1 uur klaar. En dan kan ik weer gezellig thuis kerst vieren. Dus het valt mee. En we krijgen nog extra betaald ook. Dat zal ik nog eens mooi meegenomen. En als je wilt weten welke supermarkten bij jou in de buurt open zijn, ga dan naar de Omroep Gelderland app of naar gld.nl. Ja, en over eten gesproken, een kerstmaaltijd maken die zo goed mogelijk is voor het milieu, mens en dier. Maar hoe doe je dat, een duurzame maaltijd op tafel zetten met kerst? We gingen op pad met Elise Kaak uit Nijmegen. Ik kies met kerst altijd voor seizoensgroenten, bijvoorbeeld bieten, boerenkool, pompoen, want die zijn in het seizoen. Dus ga bijvoorbeeld niet voor avocado's of groene asperges. Want avocado's en groene asperges moeten van ver worden ingevlogen en dat is niet duurzaam. Een andere tip, koop lokaal op de markt. Wat je vers koopt is veel duurzamer. Je kunt het zelf snijden, je kunt het in de koelkast doen, je kunt het in de diepvries doen. Alleen maar geweldig. En wil je het toetje ook duurzaam maken? Wat ik als tip zou geven is om seizoensfruit en groenten te gebruiken. Bijvoorbeeld appels en peren, want je hebt bijvoorbeeld druiven, mango, dat is allemaal niet in het seizoen. En deze kun je hier lokaal halen op de markt, lekker duurzaam. En wat voor lekkers voor de kerst kun je dan maken met die duurzame seizoensgroenten?
We hebben zojuist die bieten gekocht op de markt. En die ga ik nu in plakjes snijden, want we gaan er een vegetarisch voorgerecht mee maken. Tomaatjes en nootjes erop, wat olie en azijn erbij. En je hebt een smakelijk voorgerecht. Dat ook nog eens goed is voor de portemonnee, want het wordt rauw gegeten. Je kunt ook met een duurzaam gerecht iets heel feestelijks op tafel zetten. Ho, ho, ho. Merry Christmas to everyone. Straks een grote kerstviering voor de hele familie in Barneveld. Het was zo leuk en het hele kerstweekend, ook al de kerstdiensten gisteren, waren zo mooi. En nu voor de kinderen en met kinderen op het koor, het mooiste van het jaar, het kerstfeest. Het lijkt erop dat het protest van de moeder van de 8-jarige Lennox uit Heteren heeft gewerkt. De moeder van het jongetje met het syndroom van Down trok hard aan de bel toen de gemeente de zorg wilde halveren. Lennox zit op een reguliere basisschool, maar heeft ondersteuning nodig. Hij kreeg dat 26 uur in de week, maar de gemeente wilde dat verminderen naar nog geen 13 uur in de week. De rest moest de school bekostigen. Onverantwoord, vond de moeder. We hebben 4,5 jaar lang eigenlijk alle ondersteuning en alle medewerking van de gemeente gehad. En nu krijgen we in één keer te horen van, de school moet maar bijspringen. Een onafhankelijke commissie heeft tegen de gemeente gezegd dat die halvering te radicaal is. En ook moet de gemeente opnieuw kijken naar hoeveel zorg Lennox nodig heeft. Het in Neder gebouwde reuzenrad dat vrijdagavond in Enschede stilviel, wordt afgebroken. De attractie hield ermee op terwijl er nog 34 mensen in zaten. Die moesten door de brandweer worden bevrijd. Het 70 meter hoge rad zou nog tot 8 januari draaien. De organisatie laat weten dat klanten hun geld terugkrijgen. En in Arnhem is vanochtend een bestelbus tegen de boom gebotst. Een bijrijder zou gewond zijn geraakt en is naar het ziekenhuis gebracht. De 30-jarige bestuurder werd door de politie aangehouden wegens rijden onder invloed en het veroorzaken van een ongeval met ernstig letsel. De bestelwagen raakte door de botsing zwaar beschadigd. Tussen kerst en nieuwjaar kijken we elke dag terug op het belangrijkste nieuws van dit jaar. Vandaag zijn de voedselbanken aan de beurt. Het aantal klanten van de voedselbank blijft in rap tempo stijgen. Maar voor de organisatie zelf is het ook steeds lastiger om aan voedsel te komen. Bij het distributiecentrum van de voedselbank voor de regio Arnhem wordt hard gewerkt om de voedselpakketten samen te stellen. Een van de 450 vrijwilligers hier is Theo Duivenstein. 9 maand geleden werd de oud-rayonmanager van busmaatschappij Breng vrijwilliger bij de voedselbank, omdat hij niet achter de geraniums wilde gaan zitten na zijn pensioen. Mensen zijn zo dankbaar en dat geeft ongelooflijk veel energie. Het is Theo's taak om te zorgen dat alles op rolletjes loopt bij de 15 uitgiftepunten van de Arnhemse voedselbank. Maar amper begonnen wist hij niet wat hij meemaakte. Normaal overigens iedere zaak zou blij zijn. Die zei overigens fantastisch. Wat een fantastische koeien. Toen ik hier begon waren er 1200 klanten. En dat zijn er nu al bijna 1600. Dus overigens in 9 maanden tijd is daar overigens iets van 30% bijgekomen. Ongelooflijk. Het is voor de voedselbanken ook nog eens moeilijker om aan voedsel te komen voor de pakketten. Want ook de supermarkten springen andersom met voedsel. Bij de Albert Heijn kun je het brood van gisteren voor 50% krijgen. Normaal ging het allemaal naar de voedselbank. En dat wordt minder. Dus meer klanten, maar minder aanbod. Het baat Theo zorgen. Maar het is voor hem geen reden om als vrijwilliger te stoppen. Want zijn werk is belangrijker dan ooit. Nu zie je opeens mensen komen die gewoon een baan hebben. En die niet meer rond kunnen komen en die afhankelijk van de voedselbank zijn. Door de energieprijzen, alles wordt duurder. En ja, daar maak ik me zorgen. Ja. Familie en het kerstverhaal. Het kwam vandaag allemaal samen in de kerk van Doorbrekers in Barneveld. Daar werd een family Christmas viering gehouden voor en voor een deel ook door kinderen. De viering werd een feest en ook druk bezocht. Er wordt volop gezongen, geklapt. En natuurlijk is er bij een kerstviering ook ruimte voor het woord. De grootste schat van God, de Vader, aan hun toegedaan. Christengemeente Doorbrekers heeft ook tijdens de COVID-restricties gewoon diensten georganiseerd. Ze hebben gebruik gemaakt van de vrijheid van godsdienst. Maar nu alle beperkingen zijn verdwenen, is het toch net even anders. Het is natuurlijk gewoon heerlijk dat het weer normaal kerst is. Dus en daar geniet iedereen ook van. En dat zien we ook terug in de bezoekersaantallen. En mensen komen massaal naar de kerstdiensten. En het is geweldig, terug naar normaal. Een welke dag,
welbehagen was het zeker, als je na afloop naar de reacties luistert. Ja, zo vrolijk iets. En, ja. Ik vond het het koor, waarin zeg maar de 50 kinderen met elkaar, naast elkaar, krachtig gingen zingen. Dat vond ik echt geweldig. En dan krijgt u nog het weerbericht. Het was vandaag een grijze dag. En wat kleur van de zon kon je eigenlijk alleen maar met zonsopkomst zien, zoals hier in Nunspeet. Vanavond en vannacht is het bewolkt en regenachtig. Het koelt af naar een graad of 8. Morgen dan is het niet veel warmer met maximaal 10 graden. Wel waaien er een paar stevige buien over met soms harde windstoten. Kijken we ook nog even vooruit. De nacht naar dinsdag wordt een stuk koeler met minima rond de 2 graden. Na dinsdag blijft het wisselvallig met de temperatuur rond de 10 graden. En tot zover het Gelders nieuws van zondag 25 december. Meer nieuws uit de provincie vindt u natuurlijk terug in de Omroep Gelderland app. Ik wens u nog een mooie avond en een fijne kerst.